This is Bart Meijer. He's the owner of RepRap World. He's going to talk about home automation today. And, well, take it away and give him a warm welcome, Bart Meijer. Dankjewel. Zijn er mensen die Engels spreken in de zaal? All right, I'll do it in English. Iedereen spreekt hier Engels, toch? Oh, ja. Yeah. Zijn er mensen die ook alleen Engels kunnen verstaan? Oké. En dank voor de komst. Ik ben dus Bart Meijer. Ik ga binnenkort een eigen huis bouwen, want daar ben ik eigenlijk mee bezig. En een van de dingen die ik daarin wil gaan doen is home automation toepassen. In elk geval wil ik beginnen met de verlichting, omdat dat iets wat ik niet op een later moment nog kan doen. Niet makkelijk in elk geval. Dus ik heb daar een keuze voor gemaakt om daar K-Next voor te gaan gebruiken. En ik ga jullie vandaag proberen te overtuigen waarom ik denk dat dat een goede keuze is. Voor mijn situatie in elk geval. Dus ik ga er iets over vertellen over K-Next voornamelijk. Probeer ik vrij snel in elk geval doorheen te gaan. Want ik wil ook nog een stukje live demo laten zien. Dus we gaan gelijk beginnen. Ik ga iets over vertellen over de requirements die ik heb gesteld. Waar het systeem moet gaan voldoen. Ik ga iets vertellen over wat K-Next is, waarom ik K-Next heb gekozen. Ik ga iets vertellen over wat OpenHAB is. En ik ga iets vertellen waarom ik OpenHAB met K-Next wil gaan gebruiken. Of waarvoor eigenlijk meer. Dus wat wil ik? Ik wil een betrouwbaar systeem. Met nadruk op betrouwbaar. Om mijn lichten in mijn huis te kunnen bedienen. Ik wil dat onder andere kunnen met mijn mobiel, maar ik wil ook nog traditioneel iets op de muur hebben waar ik gebruik van kan maken. Ik wil niet gelimiteerd zijn aan één leverancier of fabrikant. Over 5 jaar bestaat de technologie niet meer en dan ben ik klaar. Ik wil ook dat mijn oplossing uitbreidbaar is. Dus ik wil nu de verlichting doen en over een tijdje wil ik mijn stereotoren op aansluiten. Ik wil mijn mediacentrum op aansluiten. Dus het moet uitbreidbaar zijn. En ik heb een hekel aan batterijen vervangen. Dus ik wil geen batterijen in mijn systeem. Ik wil kunnen schakelen tussen verschillende lichtscènes. Het liefst automatisch op basis van tijd. Dus als ik lekker op de bank zit, gaat automatische verlichting aan. Als ik de wc in loop, gaat automatische verlichting aan. Zo min mogelijk handelingen. Dus automatisch. Automation, dus moet automatisch. En ik wil, als ik ergens op een knop druk, niet op mijn mobiel, dat alles in huis uitgaat, als ik dat wil. Ander voorbeeldje wat ik graag zou willen, is als ik 's avonds midden in de nacht naar de wc moet, dan wil ik dat lichtsterkte op een iets andere felheid hebben dan overdag, bij voorkeur. En als ik de wc binnenloop, moet ik ook even de ventilatie aanschakelen. Dat zijn allemaal dingen die ik met mijn systeem wil gaan doen. Voor degenen die K-Next niet kennen, wat is het? Eigenlijk is het een protocol waarmee communicatie is gedefinieerd over een bussysteem. Waarbij apparaten met elkaar kunnen, communiceren. Het is decentraal, dus in principe kunnen een aantal apparaten uitvallen. Maar daar heeft het systeem verder niets last van. Er is ook niet per se één component wat het centrale component binnen het systeem is. Zoals ik zei, het is een busnetwerk. Dus alles is via bedrading, in stermodel of serieel aan elkaar te schakelen. Het is niet fabrikant gebonden. Er zijn een aantal fabrikanten, waaronder Jira. En nog een paar die apparaten hiervan maken. En in principe werkt dat allemaal vrij goed samen. Alles is samen te vatten of te programmeren vanuit een programmeeromgeving. Ik gebruik er zelf ETS voor. Jira heeft nog eens eigen smaak daarvan. Maar uiteindelijk kun je alle apparaten vanaf je laptop kun je die programmeren. Dus de basis. Het systeem van de K-Next inrichting is eigenlijk, je hebt mijn laptop, die gaat over mijn thuisnetwerk heen. Ik heb een gateway, een IP gateway, die zit ertussen, waarmee ik vanaf mijn laptop dus over het bussysteem acties kan uitvoeren. Ik heb uiteraard iets van stroom nodig op een bus, op de bus staat 30 volt, dus je hebt die power supply ervoor nodig.
een aantal dingen die iets gaan doen. Actoren, bijvoorbeeld dimmen van verlichting. En sensoren, bijvoorbeeld op de muur, dat ze voelen dat iemand een actie wil uitvoeren. Alle communicatie gaat met behulp van telegrams over dat busnetwerk. En dat praat lekker allemaal met elkaar. En kan ook reageren op events op die bus. Dus waarom wil ik nou graag KNX? Enerzijds, bedraad is more secure dan wireless. Een van de grote hobby's bij ons in de buurt gaat denk ik worden om op afstand Tetris te spelen op flatgebouwen met klik aan klik uit systemen. Ik kan die apparaten zelf programmeren. Ik heb daar een tool voor waarmee ik de apparaten kan vertellen hoe zij op events moeten reageren. Het is betrouwbaarder. Er is niet één hoofdcomponent dat uit kan vallen. Waardoor in elk geval als er een deel van de een dimactor van de verlichting kapot is, dan kan ik nog wel de rest van mijn huis gebruiken. En er is ook geen server die dat niet uit kan vallen, waardoor ik niks meer kan met mijn huis. En in tegenstelling tot andere technologieën is er ook geen reparatie nodig van het mesh-netwerk. Meen dat dat Z-Wave is bijvoorbeeld, waar je elke nacht al die apparaten met elkaar moet gaan afstemmen, dat ze nog steeds in leven zijn. En dan heb je ook kans dat er de volgende ochtend bepaalde dingen niet meer werken. Dat wil ik dus niet. En wat ook handig is, alle devices kunnen vanaf het netwerk worden gepowered. Dus bijvoorbeeld iets wat ik aan de muur hang, daar zit geen batterij in en hoef ik ook nooit te vervangen. Waarom zou je het niet willen? De componenten zijn ietsjes duurder dan wat je op AliExpress kan kopen aan Z-Wave apparatuur. Dat is een kleine investering. Als je al een huis hebt, is het best wel een kawaii, want je moet alle schakeldraad naar een centraal punt gaan trekken in je huis. Ik ken mensen die het hebben gedaan en dat is een aardige verbouwing. Het resultaat is ernaar, maar voor een, als je een huis koopt dat al gebouwd is, is het misschien niet de eerste keuze die je zou moeten willen maken. En het configureren van devices moet je even goed in verdiepen. Elke fabrikant heeft zijn eigen settings, hoe je hoe dat device werkt. Dus daar kan je best even op moeten studeren hoe dat allemaal nou samenhangt. Tot zover eigenlijk wat KNX is in een notendop. OpenHAB. Eigenlijk OpenHAB is voor mij de keuze geweest. Ik wil een systeem wat mooi werkt, waar ik kan programmeren. Domotics is ook een mooi systeem, maar dat heeft dan weer geen KNX-binding. En zo zijn er nog tientallen andere. Wat ik wel mooi vind aan OpenHAB is, het is open source. Allerlei fabrikanten kun je ermee besturen, onder KNX. Kodi werkt ermee samen. Allerlei technologieën die ik al gebruik. Je hebt een API waar je tegenaan kan praten en het draait eigenlijk al op een Raspberry Pi. En dat is dus ook waar ik het voor wil gaan gebruiken. Dus waarvoor wil ik dan OpenHAB koppelen? Ik wil een centrale plek waar ik met mijn mobiel commandos heen kan sturen. Ik kan niet met mijn mobiel op een busnetwerk direct. Ik wil daar iets tussen hebben wat voor mij de events die ik geef op mijn telefoon vertaalt naar het busnetwerk. Het heeft ook een fantastische rule engine. Best complex, maar ik heb echt hele gave dingen mee. Waardoor je dus ook kan zeggen, als ik binnen wifi afstand kom, ben ik dus thuis. En om, als het donker begint te worden buiten, wil ik dat de verlichting aangaat. Dat soort rules kun je erin zetten en acties op ondernemen. En zoals ik al zei, ik heb Kodi Media Center. En wat ik wil is eigenlijk dat mijn tv aangaat, Kodi aangaat, licht dimt en de film opstart, bij wijze van. Als een bioscoop systeem. Moet ik met de tijd? Half uur? Ik hoor een half uur. Een demo. Ik ga even laten zien. Ik zal beginnen met wat ik hier heb, hoe ik het werkend wil hebben functioneel.
Dit komt helemaal aan mijn muur, op deze manier. Ik heb hier nu drie rode ledjes. Dat zijn de individuele lampen. Dit is mijn woonkamer. Ik heb slechts drie lampen in mijn woonkamer momenteel. En die kan ik allemaal aan of uitschakelen. Op het moment dat ik hem aan schakel, dan wordt hij ook groen. En over het netwerk komt er een bus. Uit. Live demo. En als er over het netwerk, over het busnetwerk, een event binnenrolt, dan wordt die kleur ook veranderd. Dus de schakelaar houdt al bij of de verlichting aan of uit staat, op basis van de events die over de bus heen gaan. De status heb ik aan de linkerkant. Ik ga mijn woonkamer dus in drie segmenten verdelen. De keuken, de eetkamer en de zithoek, zeg maar. En allemaal krijgen ze apart een ding aan de muur, waarbij ik dan ook een scène kan kiezen. Scène 1 wordt dan blauw. En dan gaan er twee lampen aan in dit geval. En ik kan schakelen, waarbij de verlichting automatisch overgaat naar andere scène. En als ik rechtsonder druk, dan gaat alles uit. Dus zo wil ik binnen mijn hele huis alle segmenten besturen. Dus dit is eigenlijk basis al het hele systeem. Dan zal ik nu even laten zien wat je dan nog met OpenHAB kan. Ik heb hier in de achtergrond OpenHAB draaien. En je ziet al dat hij alle events die ik net heb gedaan met mijn knoppen, dat hier ook binnenrollen in de log. Dus er is al communicatie ook vanaf het busnetwerk terug naar OpenHAB, waarbij je dus ook al acties kan ondernemen op basis van knoppen die ik op de muur indruk. Ik zou dus een knop kunnen maken waarbij mijn tv aangaat. Dat gaat dan buiten dat systeem om, maar dat kan. En dit is dan even een heel snel sitemap in elkaar gezet met OpenHAB. Dit kan je gewoon op je mobiel ook met een app besturen. Maar ik heb hier even gewoon via de website. En dan kan ik hier op afstand kan ik de verlichting aan of uitzetten. En ik kan ook dimmen. En dat zijn een beetje de dingen die je zeg maar met OpenHAB al in deze communicatie in dit systeem kan doen. Gaan we even iets technischer. In OpenHAB, ik weet niet of iedereen OpenHAB een beetje kent, dan kun je items aanmaken. En KNX werkt eigenlijk met adressen. Dus een apparaat in KNX krijgt adres. En als je over de bus een telegram stuurt op dat adres, kan je een bepaalde actie ondernemen. Dus in OpenHAB configureer je eigenlijk alleen maar dat ik twee switches heb en een dimmer. En die hebben gekoppeld aan de adressen, waarbij alleen de dimmer meer dan één adres heeft, omdat je daar ook een percentage moet kunnen doorgeven en uit een aanschakeling. En je moet omhoog en omlaag kunnen dimmen. Dat zijn de basisfuncties die je in OpenHAB kan gebruiken op een dimmer. En dat is eigenlijk alle configuratie die je hoeft te doen in OpenHAB. Vrij eenvoudig. Hoe weet je dat nou? Omdat je ook een site hebt. En dit is dan ATS. ATS is de tool die je gebruikt om al die apparaten te programmeren. In mijn situatie heb ik hier mijn woonkamer. En ik heb daar drie lampen. In dit geval links, midden, rechts. We staan ook niet op die volgorde momenteel. Maar. En ik heb een meterkast. En daar hangt mijn dimactor in. En nou is de truc eigenlijk, wat je even in de gaten moet houden, is je hebt een actor, dat is een dimactor. En die heeft allerlei kanalen. En die kan je koppelen aan kanalen van bijvoorbeeld de knop. Dus als je die bij elkaar sleept, dan wat op de knop drukt, wordt dat kanaal of die groep wordt aangesproken. Dus bijvoorbeeld bij kanaal 1 zit hij in groep 001. En die zal dan overeenkomen met woonkamer links. 001 switching. Dus daarmee is eigenlijk
het kanaal van de dimactor gekoppeld aan mijn lamp links om hem uit en aan te schakelen. Als je kijkt naar een apparaat, dan is dan de dimmer dus, de dimactor. En daar kan je dus allerlei instellingen in doen. En dit is dus eigenlijk feitelijk het programmeerwerk wat je doet. Dit is niet code schrijven, maar eigenlijk allemaal vlagjes uit en aanzetten. Waarbij je kan aangeven, afhankelijk van het apparaat en de fabrikant, welke opties je hebt, wat dat moet gaan doen. De dimactor heeft 4 kanalen of 4 uitgangen. En elke uitgang kan je aangeven van heb ik een ledlamp, heb ik een standaard lamp, heb ik een, wat is zo'n ding ook weer, halogeen lamp. En nou kan die zelf al de beste dimmethode kiezen, waarop hij netjes opkomt en afdimt. Ja, die heb je dus talloze opties en dan ook onder andere scènes. En dat is dan hetgeen wat ik met de rechterdeel heb gebruikt. Waarvoor ik de rechterdeel heb gebruikt. En daarmee kan je dus ook al definiëren welke lampen er binnen een scène uit en aan gaan. Dus eigenlijk wat je continu doet is twee apparaten aan elkaar koppelen en daar eigenschappen van doen. En dan op het moment dat je op uploaden drukt, wordt het naar het apparaat geschreven of naar de apparaten. En dan zijn ze allemaal op de hoogte van de nieuwe situatie. En daarmee is eigenlijk dus het decentrale komt helemaal naar voren al. Kan ik hier nog meer over vertellen? Ja, je kan ook nog de bus in de gaten houden. Dus hierachter zie je dus events die binnenrollen. Op het moment dat de lamp uitgaat of aangaat. En zo kan je ook in je bus monitoren van wat er allemaal aan communicatie overheen gaat. Zeker bij programmeren is dat handig. Maar het is natuurlijk ook leuk als je daar later bijvoorbeeld iets van logstatistiek of weet ik wat op zou willen maken. Dus eigenlijk deze was het notendop KNX en wat ik wil gaan doen. Zijn er nog vragen over? Een vraag. Wie, waar, hoe? Ja, dat werkt best. Het KNX-protocol, dat is een bus, zei je. Ik heb even gemist, had je verteld wat voor soort signalen dat zijn? Of? Het zijn telegrams. Ja, nee, ik bedoel maar qua elektrische kant. Of ben je er niet mee bekend? Oei, het is op 30 volt rijdt de bus, maar welke, hoe dat precies... Want je hebt gewoon normale kabels getrokken en zit er nog een limiet aan? Of? Momenteel gebruik ik gewoon CAT 5 kabels. Mm-hmm. Maar je moet wel officiële KNX kabels gebruiken binnen je muren om dat aan elkaar te knopen eigenlijk. Ja, oké. Okay. Maar dat is eigenlijk ook shielded kabel gewoon. Maar het is eigen busetkabels, niet over je bestaande netwerk of zo. Ja, je moet echt aparte buskabels trekken. Ja. Oké, okay. Dat was het. Verkocht. Oké. Dankjewel.